Het is gewoon fantastisch om een auto op de grens te rijden. Autosport en rallysport is gewoon een hele grote passie van mij. Als een jongetje van 9 zat ik al in de karts. En daarna ben ik in de autosport gegaan. André de Vries, definitely on the limit right now. Ja, dan is je leven wel een lange racebaan. Een jaar van tevoren wist ik eigenlijk al dat de auto zou komen. Dan gaat er een gerucht rond van er komt iets speciaals, er komt iets met vierwielaandrijving. Het is een basis rallyauto. Ze moeten 25.000 van deze auto's produceren om het chassis te kunnen gebruiken voor een World Rally Car. De auto weegt 1280 kilo met vierwielaandrijving. En daarnaast heb je mechanische differentiëlen, mechanische handrem. Ja, weet je, met een heel ander idee is die auto gemaakt. In 2021 is de Yaris uitgeroepen tot auto van het jaar. De Yaris Dynamic is een sportief sturende auto voor alledaags. En de GR is daarin ja, de sportievere broer die extremer is. Je trekt zo'n auto aan als een handschoen en je voelt het gewicht wat laag is. Dat vind ik gewoon fantastisch aan de Yaris. De Yaris is iets wat een andere fabrikant gewoon niet bouwt. Bij mij moet een auto gewoon kloppen en deze auto die tikt al de boxes.